De titel van mijn column is Obstructie. Afgelopen woensdag was ik Sinterklaas op een basisschool in Vianen, vlakbij Kuik. In tegenstelling tot de basisschool in Alverna waren als Pietje verklede kinderen hier wel welkom. Volkomen terecht. Zelfs zonder gedoe had deze Sint na zijn bezoek een natte rug van je welste. Na tot gewone burger getransformeerd te zijn, stapte ik met goede zin mijn stamkroeg binnen om met een bokbiertje rustig af te kikken van het Sinterklaasseizoen. Dat afkikken was in een wip en zucht gebeurd. Daar zorgde de volgende welkomstgroet van een bekende wel voor. Hey Vincent, je kunt vanavond je column voor komend weekend afschrijven. Er is net een persconferentie geweest. De donjon gaat definitief niet door. Weg Sinterklaas-euforie, weg in de harde Nijmeegse realiteit. Eerlijk is eerlijk. Ik zag dit besluit wel aankomen, gezien al het geploeter van de laatste jaren. Terwijl de start zoveel belovend was. Bij het referendum in 2006 stemde 63,5% van de stemmers voor. Dat is toch bijna 2 op de drie. Kom er maar eens om bij een beetje referendum. De Volkskrant wijde afgelopen donderdag een pagina groot artikel aan de Donjon. Er stond onder andere de volgende passage. Nu wordt een referendum gehouden en als de uitslag niet bevalt, worden er allerlei smoesjes verzonnen waardoor de uitslag toch genegeerd wordt. Dit is beduidend zwakker geformuleerd dan wat ik vaker heb betoogd. Er is gewoon politiek obstructie gepleegd en niks anders. Kijk nog eens goed naar de foto van de persconferentie waarop de voorzitter van de stichting Donjon lichtelijk beteuterd zit te kijken naast wethouder Noël Vergunst. Hij verklaart het jammer te vinden dat het zo gelopen is en hij kan de teleurstelling van de stichting wel begrijpen. Amenhoela. Het is juist GroenLinks geweest die continu actie heeft ondernomen om de uitslag van het referendum te dwarsbomen. Het kwam ze verdomd goed uit dat de ambtelijke omgevingsdienst en de commissie beeldkwaliteit ook noodware dwarsliggers bleken te zijn. Terwijl het de taak van de raad is om ervoor te zorgen dat een democratisch genomen besluit zo snel mogelijk uitgevoerd wordt. Dus wegnemen van hobbels in plaats van nieuwe uit te vinden. Ik heb GroenLinks in een kolom wel eens slechte verliezers genoemd. Daar neem ik niks van terug. De donjonperikelen duwden een ander opvallend bericht wat naar de achtergrond. NEC moet op zoek naar een nieuw technische directeur. Remco, Oversier en de club hadden verschil van mening over de te varen koers. Dat vaart lastig. Dat snap ik zonder vaarbewijs ook wel. Exit technisch directeur. NEC gaat nu eerst rustig op papier zetten wat ze onder een goed technisch beleid verstaan, want... Dat vinden we belangrijk. Raar dat ze daar nu pas aan beginnen. Het aantal trainers en technische directeuren dat ze in een paar jaar tijd hebben versleten, is niet bij te houden. Dat is dan de leiding van een miljoenenbedrijf. En zo'n leiding moet met de gemeente onderhandelen over de aankoop van het stadion. Dat wordt niks, ook zonder obstructie.